de heer Jan Berkhoff. Dankjewel, Han Langerijs, Koninklijke Hoogheid, Commissaris, dames en heren, meisjes en jongens. In 2003 is de gemeente Epe een projectplan accommodaties gestart. Een plan met een investeringsprogramma van 12 miljoen euro om de gemeentelijke accommodaties te moderniseren. Accommodaties voor sport, breedte sport en bewegingsonderwijs van scholen. Accommodaties voor cultuur en welzijn. We doen dat niet omdat we dat alleen maar leuk vinden, maar we doen dat omdat we hechten aan een gezonde, vitale, actieve plattelandsgemeenschap. En als er een project gerealiseerd is, zoals hier, dan vieren we dat met elkaar. En vandaag hebben we feest in Epe. Een heel bijzonder feest. Heel bijzonder, omdat uw vader, Koninklijke Hoogheid, u voorging op 12 september 1969, toen hij uw naam verbond aan onze sporthal, de Prins Willem-Alexander Hall, in de volksmond in Epe kortweg PWA genoemd. In 2009 werd de hal door brand verwoest en is uit de as herrezen zoals u ziet en hoe. Aan dat proces, dat langjarig proces, ging eigenlijk 10 jaren vooraf. Die begon met de droom van de stichtingbestuur. De droom dat er een nieuwe, moderne sporthal in Epe moest komen die voldoet aan alle eisen die heden ten dagen aan een sporthal gesteld worden. Die droom. Vervolgens is er een intensieve publiek-private samenwerking ontstaan van gemeente en stichtingbestuur. Een proces dat alle aspecten kent die aan een succesvolle teamsport verbonden zijn. Er werden nederlagen geleden, er werden overwinningen behaald en waar nodig werd de tactiek bijgesteld om toch het gestelde doel te behalen. En dat is gelukt, want vandaag kan de nieuwe splinternieuwe PWA-hal worden geopend. Het is eigenlijk de bekroning op die 10 jaar dat dat gebeurt. Intensieve samenwerking. Een bijzonder woord van dank komt op deze dag dan ook toe aan dat en een groot compliment aan het stichtingbestuur. En ik noem ze toch, de mannen van het stichtingbestuur. Han Langerijs, de voorzitter, maar ook Albert Struik, Barry Bos, Gert Dekker, Geurt Hulleman en Cor van Dijk. 6 mannen, die hebben het gedaan. Een bestuur van vrijwilligers die elkaar vasthielden in dat ingewikkelde traject om te komen tot deze nieuwe hal. Vasthielden om uiteindelijk bouwheer van de hal te zijn. En dat is gelukt. Jullie hebben dat gedaan. En nu gaan jullie weer exploitatie en beheer op jullie nemen. Een geweldig is dat. Echt, dat jullie daarmee bezig blijven. Complimenten ook op deze dag aan de vaste gebruikers van de hal. Dus de sporters en het bewegingsonderwijs. Zij hebben zich 1,5 jaar zonder groot gemor moeten behelpen en hebben vaak als nomaden hier in de regio rondgezworven. Ook hebben jullie acties gehouden om geld in te zamelen. Zonder jullie bijdrage en medewerking hadden wij hier vandaag niet gestaan. Als gemeentebestuur zijn we trots. Trots dat opnieuw ons projectplan accommodaties vruchten afwerpt. En een resultaat dat er mag zijn. Een moderne, nieuwe sporthal die voldoet aan alle eisen die NOC en NSF aan een sporthal stellen. Compleet met een internationaal toegankelijkheidssymbool voor gehandicapten. Geweldig. Ik hoop dan ook
dames en heren, meisjes en jongens, dat deze nieuwe hal jullie allemaal inspireert en enthousiast maakt om samen te gaan sporten. Dat is niet alleen heel goed voor lijf en leden, maar dat is ook heel goed voor de verenigingen die hier hun home hebben. Ten slotte, Koninklijke Hoogheid. Mocht het IOC overwegen om in de toekomst de Olympische Spelen aan Nederland toe te wijzen, wilt u dan in uw overweging daarbij meenemen dat Epe er klaar voor is? Dank u wel.